Hi, kijk of de stream het goed doet. Als het goed is, zijn we live. Oh. Even kijken hoor. Top, als het goed is, doet hij het nu. Laten we even nog even één ding fixen. Oké, als het goed is, is het nu wel goed. We gaan even cocaïne zo kruinen, man. Dat wordt dik. Kijk of het nu goed is hoor, sorry jongens. Jullie horen mijn toetsenbord tand hard. Nou, boei, ik weet niet echt hoe ik dat moet fixen. We gaan even cocaïne plukken nu. Ik heb ook nog dingen in mijn appartement. Ook nog cocaïne. Oh nee, ik heb alleen nog mijn zwart gehad. Jij moet ook nog even wit wassen, man. Dus auto is echt zo tanto lijp, jongen. Tanto, tanto, tanto. Er zijn ook echt veel mensen volgens mij. Ja. Nee, alleen voor auto's. De koer daar zo. Copyright, maar dat boeit me niet. Aha. Wat die mannen verdienen. Yo, je bent echt lekker. Wat zeg je? Meneer, waarom zegt u dat? Omdat je bent echt lekker. Meneer, doe normaal. Oh. Doe je broek uit. Meneer, doe normaal. What the fuck? Game. Wat? Bent u een wolk? Huh? Bent u een wolk? Zuigen moet je. Bent u een wolk, want u bent verdraaid lekker. Ja, dank je. Ik ben er eens. Impressie. Wat moet je? Huh? Meneer hier. Mooie schoenen, leuke. Oh, ja. Hoer. Mm.
mij neerslaan? Gewoon mezelf. Of wel? Ik word niet meer gepakt. Hey, ben je lekker kontje, man? Oh, dan niet. Heb me nu. Emily. Oleni. In the belt, yeah! Yo, Alonso, ja man. Ik zit bij dingen. Ik zit bij die gang inderdaad. Kijk maar. Goeiedag meneer. Hou je bek dicht, joh. Wat zeg jij allemaal? Ik zeg dat je bek dicht moet houden. Meneer, een beetje beleefd. Met je dikke jetses. Meneer, een beetje beleefd. Uw cowboyhoed ligt daar nog op de grond. Huh? Huh? Wie? Wie? Wie vroeg? Ze zei dat jouw cowboyhoed daar ergens lag. Hou je bek even, meneer. Wat hou je bek? Ai, doekoe en nog eens doekoe. Ik zit nog maar net in, man. Alonso, je moet echt even een ticket aanmaken, man. En een goede sollicitatie maken. Wat die mannen verdienen. Ze zijn donker niet. Ja, is goed. Ik zal me even in het ding zetten.
mannen wanneer jullie strikt naar jullie teksten is het funny. True story kan niet liggen, jullie mannen smoken boring maniacs op z'n wieren, jullie poppen molly. Zeg je eerlijk, ik was vroeger never ever ever down in the soft op je hard drink. Hij staat in de ding man, in de chat. Loaded. In de rap scene. Fuck doet hij mij? Ik run the game. Geen probleem, Alonso. Robbery. Ik word niet meer gepakt. Auw. Enemy. Heb me nu. Family. Oh, lady! Mijn neus. Family. Hey, joh, handen omhoog. What the fuck? Handen omhoog. Hey, joh. Man heeft een bel. What the fuck? Oh mijn god. Wat een mogoltje, joh. Oh, ik doe echt al 10 keer dit ding. Ik doe van allemaal. Deze is ook wel goeie. Wauw. What the fuck? Ik heb een album, Massimo overzees. Jonge jongens komen binnen met of zonder kies. Kijk daar, je kijkt naar 101 Bars. Rotje op je beeldscherm. Het is een zomersessie. We hebben KA in de building. We gaan dat ding doen. Let's get it. Deze werk is heet. Ik kan mijn jongens niet tacken. Wat mijn jongens zijn heet. Ik vlog. Ik ben op het veld. Ik zoek die beter, tel het snel. Het enige wat dat. Ik stek die kleuren, investeer ook als ik winst heb. Maar Billy die is heet. Nieuwe bundel, dat is invest. Ik loop op tap om een roekzoe of vracht die osso. Op de hoeken blijf zoeken, wat kan niet zonder lussoe. Op de weg met shooters op zoek naar die 100 doezoe. En ik ben met moekroes hongerig voor al die doekoe. Risico voor cijfers, wil die toch geen kijkers. Voor die euro hoeft geen shama, jij gaat niks begrijpen. Ik heb die dingen bij me, Mattie, ik zoek flinke prijzen. Ik ben in eitje of in foto, Mattie, kom me kijken. Hij blijft mijn rondjes rijden, Mattie, hij werd ook getimerd. Ze blijven kijken, Mattie, en mijn chance wordt langer. Die mag gaat raad, die mag kassa, net als Emma Tader, echte Amsterdammer. Je kan me dansen met Bessie Banger.
spaal. Spaal business, asabai. Kor. Kor op de beat. Wacht even jongens hoor. Zo. Oh, what the fuck? Sujala. Is weer bij mij. Joehoe. Hoi. Armlengte. Je bent al een armlengte, meneer. Is dat zo? Zeker. Meneer. Ik wil een gebedje maken. Ja, dan doe je dat lekker. Maak maar lekker een gebedje aan, joh. Ja, weet je dat? Weet je dat zeker? Weet je dat zeker? Sorry. Sorry, chill. Nou, jongens, dat wordt even dus even niet... dingen. Cocaïne plukken. Pistool pakken, ik ga rippen. Ah ja, ik ben ook weer bijna dood, jongen. Yo. Mag zo eens even gaan reloggen. Kauw uit. Zo voor 3 minuten. Oh fuck! Dat is die guy, dat is die guy. Ah, snel dat ding erin. Huh?
Dat is die guy die met die hakbel. Hij is ook uit de stad volgens mij. Denk je dat ik hier rift voor krijg, jongens? What the fuck? Oh joh, ik weet niet wat er gebeurt. Oh. Hallo? Oh, no. Letterlijk niet. Wat jij... Iedereen dus. Uitstap, hallo! Kijk, hij had AK en pistool. Even kijken. Ik voel hier helemaal niet op klikken. What the fuck? Ah jongens, weer zo terug. Ai, boys, ik ben er weer. Jezus. Oké. Ik ga even mijn pistool pakken. Ik ga gewoon hier langs. De snelle gaat dus hier langs gaan. Even kijken. Hoor hem überhaupt? Ja, oké.
Heb ik nog iets in de chat gekregen? Ik kan nog wel Discord melden. Thibaut, voer hier snel geld. Thibaut, zal ik het vertellen? Ja. Je gaat, ik weet niet of Thibaut er nog is nu. Hoeveel is pistol? Pistol is, zeg ik heb maar één monitor, jongens, zeg ik het. Oh, wacht, doe de chat op mijn telefoon. Een pistol is nu 470k bij de black market zelf. Die zit rechtsboven in de map, zie ik zo'n icoontje van. Snelst geld verdienen is gewoon door coke te plukken. Dat zie je gewoon icoontjes op de map van staan en zo. En gewoon... Oh, shit. Wacht even hoor jongens, doe even, zit even dit aan. Ah, top. Ah, wat je doet... Gaat hierheen, kookpluk. Ga je kookplukken tot je auto vol is. Koop eerst een Camacho of een Gladiator bij car dealer. Ga plukken. Ga dan hier, ga dan verpakken. Als je dat hebt gedaan, ga dan verkopen. Als je dat hebt gedaan, ga dan hier witwassen. Of ga bij een gang witwassen. En bij gang zou ik eerder doen, want dat is, daar krijg je meer geld van, volgens mij. En je hebt geen risico, maar het moet wel echt een officiële gang zijn. Ja, en pistol is dus 470k bij de black market en 320k volgens mij bij gewoon een officiële gang kopen. Als het goed is mag je niet bij black market trippen. Dus ik neem gewoon vast mijn pistol mee, alleen ik heb geen kogels meer. Even kijken hoor. Telefoon en radio neem ik ook mee. Ja jongen, helemaal geen kogels meer. De kogels zijn ook duur jongen, 350 per kogel. Dat is een paupertje duur. Zo, eerst maar even naar Blokkenbak Bank. Voor mij is dat echt de enige bank die werkt. Bij mij dan in ieder geval. Zo. Wat flink gemaaid daar zo. Nou, ik ga het op schotenmelding af. Ik ben 25k denk ik. Ik zweer dat ze hun wat gaan doen. Hij doet niet. Zo. Zo, Jezus. Oh, aan de kant. Homo. Zo, die is boos. Nou, in ieder geval, Black Market is dus hier. Ik ga die kogels en wapens kopen. Maar ik heb echt een wapen, even, hoe heet dat, kogels nodig. Maar ik krijg als goed is nog twee pistols gerefund. En ik heb nog 505k schuld bij iemand, dus ik krijg nog 505k of twee pistols. Ik krijg nog een grote AK. Oké, dan wacht even opnieuw. Ik krijg nog... Uh,
3 pistols, 1 AK, als het goed is, hè. En 505k of in plaats van 505k 2 pistols. Maak liever die 500k, want ik heb echt niks meer. Ik heb net vandaag heb ik een mule gekocht, zo'n tante grote vrachtwagen. Oh ja, dat is ook wat chill om te hebben. Ik had 350 kilo in en ik heb ook nog eens een appa, dus ik kan veel kilo kwijt. We zijn bijna bij de black market. Oh, wacht, ik doe even die live chat aan. Zo. Hoeveel verdien je per uur plukken of zo? Verdien per uur? Ik weet niet, man. Je kan wel... verdient gewoon echt veel. Je kan elke dag wel een millie verdienen of zo, denk ik. Als je gewoon de hele dag doorwerkt. En ik zit in een gang. Ik zit in... echt, jongen. Dit is echt heel... Ik schaam me echt kapot voor, maar ik vergeet de hele tijd de naam. Even kijken, hoor. Poliakov. Ik vergeet de hele tijd die naam, jongen. Zit ook pas sinds vandaag in. Oh. Ja, top. Smart am I. I'm so smart. Dit is trouwens een neppe iemand, hoor. Nog duurder geworden. Oké, dan. Nou, dan kan ik letterlijk nog... Nog een keer 20? Yes, oké, dit is wel genoeg. Als ik nog wat erbij kan... Alles wat ik kan. Top. Reloaden. Ah, ja, beste. Gaan we naar Polito of kijken of van die domme kutkloppers zijn die nu gaan kloppen. Hola, como estás? Of zo. Ik weet niet wat dat betekent, maar yo man, what's up? Moet ik je weer komen rippen? Who are you, bro? Wie ben jij? Kech. Vieze poep, Kech. Als je mij hebt geript, ben je echt een vieze poep, Kech, gast. Dan ben je echt een vieze poep, Kech. De kutlampen doen het ook niet. Oh, ik had die licht even uit. Dat val ik op. Oh, noem je mij nou een... ik noem jou een keg. Als je me even terug... Heb je mij geript? Van wat heb je mij geript? Oh, dat is M! Ah, flip you, bro. Flip you. Maar jij bent geen keg. Oh, noem je mij een keg? Juist. Ja bro, ik ben M. Haha. Oké, haha. Jee. Waarom? Ik ben op. Dat is een goede vraag. Ze willen boycotten, maar dat kan niet
I shrink me in the past pleuris, bro. What? I shrink me him on the past pleuris. Dat is een goede manneke. Nee, wat is er aan de hand? Niks. Waarom kom je naar me toe? Ik in mijn auto stond hier, maar die is weg. En dan moet je aan mij vragen waar je auto is of zo? Nee, ik kan niet. Nadenken, hè? Nadenken! Nee, optie maken, optie maken. Wat zeg je? Rustig. Gaan we nou echt stoer doen? Wat? Gaan we nou echt stoer doen? Meneer, waarom gaan we gelijk stoer doen? Ik doe niks. Ho, dat was dit, denk ik. Oké. Hij doet dat goed. Huh? Ewa Bilal. Thibaut. Deze man. Oh, Thibaut, jammer is verwijderd, bro. Oh my god. Even kijken hoor. Hey! Oh, sorry, man. Maakt niet uit. Wat een poepmogol, jongen. Echt, wat een poepmogol. Heb ik mijn pistool? Ja, hij moet in mijn zakken. Oh, hij is niet in zijn fucking garage. Oh, daar wel, wacht. Hey, boef, noem je mij een keg. Oh, shit. Ik heb ook mijn fucking pistool vast. Ah, boeien. Uit. Ik kom even online met AK. Ah. Hey Bilal, ik zit in niet kijken hoor, jongens, even niet kijken hoor. Niet kijken. Ik zit in Poli Jacob, man. Je kan deze gang wel joinen als jij gewoon een beetje goede spullen hebt en zo. En je hebt gewoon echt wel een beetje een uitstekende sollicitatie, zeg maar. Ik kom even online met die AK. Huts. Ah, lekker. Waarom de fuck gaat de ding ineens 222? Oh, wacht. Ik moet hem gewoon opnieuw pakken. Mensen durven gewoon al niet meer te kloppen omdat ze mij hier zien scouten. Boef, noem je mijn keg! Jazeker. Altijd die kutradio aan, jongen. Hey, boef, noem je mijn kegje. Hoeveel is AK? Ik weet niet, man. Weet jij hoe duur een AK is, hè? Ik heb echt geen idee. Donatiepakket voor 1 AK is wel iets van €30 of zo, man. Maar dan heb je ook wel wat, hoor. Dat is wel een dik ding. Gaat hij harder? Ja, mooi. Even kijken, waar zijn die homo's? Bivak Moes, laat mij bij gang uit B. Heb jij veel waarde dan? Ik heb aardig wel wat waarde, ja. Dus het is niet heel erg veel of zo. Ik heb krijg misschien nog wat wapens gerefund. Ik heb nu nog maar 1 pistool helaas. Ik heb deze auto, kost 500k. Deze is Fully XX. Ik heb appartement en ik heb een mule. Mijn vrachtwagen is duurder dan mijn main auto, hè? Die is 650k. Niet eens Fully. Maar ik heb wel wat accountwaarde, ja. En ik heb ook nog iets van 300k zwart geld.
Maar laat maar bij je gang uit. Het is niet mijn gang. Als je een beetje naar boven scrolt in de chat, dan zie je een link van de Discord van Poliakov. En dan kan je daar solliciteren, man. Maar je hebt wel wat waarde nodig. Ik zit een beetje grinden en zo, een beetje weten hoe de stad werkt. Hoe het allemaal in elkaar zit. Maar er zit toch al een Bilo in de gang? Ja, klopt. Oh, veel altijd die kankerboetes, jongen. Bilo, niet die man opfokken, jongen. Ah. Oh, is dat die? Oh, ja, ik dacht wel. Ik dacht dat jij in chat die dag dat jij diegene Bilo was, maar... Oh my godness. We gaan even naar Sandy toe. Tabagas. Dat ben ik, jonge Pipo. Ja, dat dacht ik al. Ja, inderdaad. Ai. Oh, joh, 6 kijkers. 6 hele mensen. Of zijn jullie halve garen? Even kijken hoor. Waar zijn. Er kwam net zo'n jeep hier naartoe. Fuck off, bitch. Fuck off, you. Ja, daar staat hij al. Of is dit een andere? Ja, dit is niet diegene volgens mij. Ik had de fucking deur eraf. Abgatief. Daar is hij al, jongens. Even kijken. Handjes. Handjes. Wat doe je, bro? Handjes omhoog. Wie ben je? Hou je bek dicht, doe je handen omhoog. Ja, maar wie ben je? Goed zo. Okay, maar wie ben je? Zet je in... Handen omhoog. Ja, kerel, moet niet zo schreeuwen, maat. Wat denk je wat je bent? Meelopen, kerel. Oh, man pakt die perket af. Fucking rare kerel. Auto open doen? Auto open, dat is mijn auto niet. Wat denk je? Die toch, jongen, mijn godje. Wat? Die jeep is voor jou. Auto open doen. Ik heb jou in die jeep zien rijden. Sinds mijn auto, broer. Wat praat je? Doei. Oh, die maat. Raar. Oh, mijn god. Hey, boef, noem je mij een keg. Nou ga ik terug en is die auto weg, jongens. Verder. Ik durf het wel gewoon echt te wedden. Niet dat bedoel ik, jongen. Wat een mogoltje. Oh mijn god. Ik ga hem zo uit in zijn kont verkrachten, jongen. Hallo. Hey. Godverdomme, jongen. Hij weet niet dat ik slim ben, jongen. Hij weet niet. Oh shit, wie de fuck is dat? Oh ja. Goed gedaan. Uitstappen. Dat is kankermoeder. Zomaar mij schieten. Niet fokken, bro. Aina. Jesse, dat was ik. Is een kankermoeder. Oh mijn god. Jongen, Jesse, dat was ik, jongen. Oh, nee, hoezo zeg je zijn kankermoeder tegen Jesse dan? Ja, wie is kankermoeder? Huh? Hoe hoorde je... Huh? Hoorde jij dat? Ja, ik wist niet eens dat jij dat was, bro. Ik dacht... Jurgen dood. Wie is een kankermoeder?
Maar bro, hoe hoorde jij dat ik dat zei? En toen ik dat zei, wist ik niet dat jij dat was, hè? Kijk ernaar. Ik kan hem revive, ik geef mijn pistool wel. Dat is ook goed. Oh, mag ik hem houden? Dit is mijn laatste pistool. Nee, ik kom wel gratis. Ja, laat je. Wie is die af? Wat kijken, wat kijken, wat kijken. Bro. Wat kijken, wat kijken, wat kijken.